Maar we komen ter zake, mevrouw Van Beet. Het boek heet Oloi. Ja. Het is het boek, zoals je zelf zegt, het is een reisboek. Een reisboek op zoek naar de krochten van het karakter van Louis van Gaal. Hè? Het is een boek van een obsessie. Ja. Jij denkt aan Van Gaal, je droomt aan van Gaal. Je wil geprezen worden door Van Gaal. Je hebt eigenlijk al heel lang ruzie met Van Gaal. In die ruzie kom je hem een keer toevallig tegen en fluister je even in zijn oor. Ik hou van je. Het is raar met je gesteld, Hugo. Jij en Van Gaal, wat is dat? Wat is die obsessie? Nou, ik denk dat het een eenzijdige liefde is. Ik denk dat, ik laat hem koud. Maar ik durf wel te zeggen dat ik met hem een haat-liefde-relatie heb. Onze band is ooit verstoord geraakt door een volkomen onbenullig iets. Zoals alle ruzies vaak heel onbenullig zijn. Hij was echt fout, dat heeft de Truus ook beaamd. En mensen die hem kennen. En hij weigerde zijn excuses daarvoor te maken. Laat mij dan toch even zeggen waar het om ging. Ja? Louis van Gaal zei tegen jou: jij hebt mijn telefoonnummer aan een journalist van het Algemeen Dagblad gegeven. Jij zegt dat is niet zo, dat was ook helemaal niet zo. Die journalist zei ook later dat was helemaal niet zo. Louis van Gaal neemt je dat nog steeds kwalijk. Het telefoongesprek liep totaal uit de hand. Ja. Twee schreeuwende mannen, ja. Die hingen allebei boos op. En tot op de dag van vandaag zijn jullie in broeien. Ja. Zo is het. Oké, daar valt misschien mee te leven, maar voor jou niet. Jij wil erkenning van Louis van Gaal. Nou ja, je wil iets van hem. Je moet niet vergeten, in 1978 kwam die in mijn leven. Ik zat op de tribune met mijn vader bij Sparta, want daar ben ik supporter van. Overigens, daar neemt Leo Beenhakker per vandaag de boel over, ad interim, maar dit geheel terzijde. Ik keek naar Louis van Gaal, een hele rare voetballer. Als je hem zag lopen, dan leek wel of hij een bezemsteel had ingeslikt. Mm-hmm. Maar hij kon wel voetballen. Zijn dochter heeft overigens een keer gezegd, dat heeft hij in zijn eigen biografie geschreven: mama, waarom mag papa de middencirkel nooit uit? En dat vertelde wel iets over de actieradius van Louis van Gaal. Ja. Maar, hij was zo snel als een vlieg op een zuurtje, schrijf je in het boek. Om een nat zuurtje. Vlieg op een nat zuurtje. Ja, die kon geen kat op. Nee, Louis was echt een geweldige speler. En ik ben hem nog altijd dankbaar dat hij de legendarische wedstrijd voor Sparta won. Sparta HSV. Toen ging het nog hartstikke goed met Sparta. Wij schakelden de Europa Cup 1 houden uit. Dankzij een strafschop van Van Gaal. Die schoot hij in de kruising, juichte niet en liep terug naar de middenlijn. Mm-hmm. Nee. Hij was geweldig. Maar het karakter van de man, ja, dat heb ik leren kennen toen ik 7 jaar later bij Voetbal International begon te werken. En ik kreeg hem op een dag aan de lijn. En dat is een gesprekje geweest waarin ik wat zuigende vraagjes stelde. Ik kan het niet ontkennen. En daar is hij lang verbolgen over geweest. Mm-hmm. En dat heeft hij mij nog 4, 5 jaar later kwalijk genomen. En als Louis van Gaal iets in zijn hoofd heeft, gaat het er ook nooit meer uit. Dus ik ben als journalist slecht begonnen. Ik heb daarna een keer met Leo Veel, collega van mij, Panorama, interview met hem gehad. Ik ben stijf gescholden. Een herkenbaar beeld, want dat overkomt vele journalisten. Nou, vele jaren later heb ik hem goed leren kennen. In 2004 was hij het gast bij een gemeenschappelijke vriend van mij. En daar waren wij behoorlijk intiem, niet raar intiem, maar hij heeft mij leren golven. En als hij dan gepassioneerd beschrijft hoe ik moet afslaan, en ik sla af, en verdomd dat niet waar is, het is een docent eerste klas, ik sla die bal weg, ik kon het niet. Mm-hmm. 120 meter ver, en op zijn aanwijzing, dus hij brult daarbij: ongelooflijk, jij hebt techniek! En dat doet je wat, hij kan je raken. Dat geldt ook voor de spelers van Nederland zelf. Als ik Strootman spreek, zegt Hugo: ik heb geen trainer nodig. Maar deze man, daar ga ik voor door het vuur. Daar ga ik nog geen 100%, maar 110%. Dus hij heeft kwaliteit, hè? Hij is een geweldige trainer. Maar daar gaat dit boek niet over. Tot zover de liefde, wou ik zeggen. Ja. Dit boek is een heel raar boek. Dit is een knettergek boek eigenlijk. Want wat heb jij gedaan? Je bent allemaal mensen buiten het voetbal gaan opzoeken. Theo Maassen, Freek de Jonge, Anna Enquist, Bram Bakker. Ik sla er nu nog echt een heleboel over. Om te vragen, wat vinden jullie van Louis van Gaal? Wat vindt Bram Bakker, de psychiater van Louis van Gaal? Anna Enquist, de dichter van Louis van Gaal. Ik zeg Louis tegen jou, hoe geobsedeerd ik ben. Nou, je bent maar, op het randje. Maar heb jij het niet, als jij de fragmenten ziet van Louis van Gaal, klik YouTube in, je ziet een willekeurig filmpje, dan denk je toch van: waarom doe je dit, man? Mm-hmm. En dat is het mooie van de mensen die ik allemaal bezocht. Maar dat is iets anders dan een obsessie. Want dat denk ik namelijk precies hetzelfde. Mm-hmm. En 5 minuten later denk ik er helemaal niet meer over na. Ga ik lekker in plaats van Pakken de Lucia draaien. En jij blijft ermee bezig. Jij maalt en ligt wakker van Louis van Gaal. En dat gaat ver. Nou, ik ben er wel een beetje van af na dit boek. Ik denk dat het wel licht therapeutisch heeft gewerkt. Ja? We gaan even kijken naar Louis van Gaal. Ja. Zoals we hem in al zijn schakeringen kennen.
Als hier de bal dan is, dan ga je je bewegen naar dat gedeelte. Dan ben je altijd, kan hij die bal altijd langs de lijn. Dat deed je al heel goed. Hij wil een bal geven op George, als Blom erbij staat. Dat is schaamte, beleving. Dit is belachelijk voor woorden. Doe hier eens muy malo, man, muy malo. Nu ben ik weer de arrogante klootzak, de autoritaire klootzak. Maar dat zijn allemaal domme vragen. Juichen langs de lijn. Ja, interpretation, sempre negativa. Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij zo dom? Kijk, Van Gaal doet het voor, hoe hoog het wel niet van. Wij zijn de Disten! Ziet hier! Ik ben al 12 jaar begaan met het spierzieke kind. Mm-hmm. Ton, vroeg je? Ja. Ja, dit is een totalitaire man in alle opzichten, in zijn werk. Maar nog even de kernvraag. Wat wil je weten, wat het is? De obsessie. Want dat het een totalitaire man is, dat zie ik als redelijke, gewoon voetballiefhebber natuurlijk ook. Denk er het mijne van. Schud eens met mijn schouders. Nou ja, ik ben voor dit boek ook naar mijn psychiater geweest. Een paar keer per jaar gaan. Nou, dat lees ik ook allemaal in het boek. Ja, staat er allemaal in. En die zegt dat hij de ont... Nou ja, wij komen samen tot die conclusie. Hij wel eens de ontbrekende vader kan zijn die ik niet heb gehad. Want mijn vader was een Kofi Annan, een zachtaardige man die iedereen samenbracht. Ik heb me nooit kunnen afreageren op mijn vader. En Louis van Gaal is een ideaal type, zegt mijn psychiater, om je op af te reageren. Want aan de ene kant kan hij iedereen voor zich winnen. Hè? Wat ik net vertel over dat heeft Sneijder ook gezegd, Strootman. En aan de andere kant is het iemand die nu Wesley Sneijder ook heel erg pijn doet. Hè? Hij heeft ook in Trouw gezegd zaterdag dat hij, Wesley moet een extra gedwongen worden om mee te mogen naar het WK. Ik ga even weg bij die voetballers. Ik ga naar jou toe. Ja. Jouw doorbraak op televisie was dankzij Van Gaal. Ook een gegeven wat misschien meehelpt in de rare obsessie die jij inmiddels voor die man hebt en het hunkeren naar een schouderklopje. Ik was het vergeten. Ik heb je daar zelf aan helpen herinneren. Ja. We hebben elkaar een tijdje geleden gesproken. Toen zei ik, dat weet jij toch nog wel, Hugo. Als jij dan toch zo met Van Gaal... Ik was er stellig van overtuigd dat er eerst studio voetbal was. En toen dit. Nee. Dat zat helemaal verkeerd in mijn geheugen. Wij hebben wel eens opgetreden in theaters, lange tijd geleden. Jij moest altijd als eerste op, omdat je te nerveus was. Je durfde niet in het publiek te spreken. Je trilde als een esperblad. Je transpireerde als een otter. Het was werkelijk waar niet om aan te zien. En ineens kijk ik tv. Je zit als een analyticus voor het eerst op televisie. Naast de grote Van Gaal. En hij geeft jou een compliment. En volgens mij is daar alles begonnen. Laten we daar eens naar kijken. Ja. Ook een tikje provocerend, heb ik het gevoel. Natuurlijk, ik schuil de provocatie niet. Dat nee. Wil ik niet ontkennen. Nee, dat mogen duidelijk zijn. Dat bestaat je ook niet. Nee. Opvallend is dat het uitstekend klikt tussen jullie. Ik had verwacht Louis van Gaal, naast Hugo die ontzettend kritisch is, ook op Louis in het verleden geweest, dat gaat botsen. Maar jullie zijn het grotendeels eens. Jawel, want hij vertelt geen onzin. Nee. Hier is de gemeenschappelijke factor Sparta. Maar dit geheel terzijde. In het boek schrijf je dat je dit terugkijkt en dat je 3-4 keer terugspoelt om hem te horen zeggen, hij vertelt geen onzin. Ja, dat vond mevrouw Borst een beetje ziek, ja. Ja, dat vinden we allemaal een beetje overdreven. Er liggen nou ja, ik heb altijd wel gezocht... Maar Hugo, ben je serieus of is dit een beetje verdicht toen? Heb je echt 3 keer op de recorder teruggespoeld om het hem nog een keer te horen zeggen? Dit boek is geen verdichting. Ik maak een verslag van een obsessie. Iemand zei tegen mij, het is wel een biografie over Van Gaal. Maar het is ook, het gaat ook over jezelf. Het is ook een autobiografie. Mm-hmm. En dat zit er allemaal in. Maar wat er ook in zit, Matthijs, is... wat gaat er nou gebeuren dadelijk bij het Nederlands elftal? Kees Jansma komt erin voor als perschef. Die spint en pusht daar een beetje. En hoopt dat Louis van Gaal ongeschonden het einde haalt van het WK. Ik ga weer even weg bij Jansma. Ik ga weer even terug naar jou. Van Gaal hunkert, dat zegt bijna iedereen in dat boek, naar erkenning. Dat heeft hij al almachtig veel. Maar hij wil nog altijd meer. Hij zal nooit verzadigd zijn. Jij hunkert naar erkenning van maar één man. Ja, nee, Louis van Gaal. Daar ben ik wel achter gekomen. Ik lijk ook wel op Louis van Gaal, zeker. Alleen waar ik vind dat hij het ernstig laat afweten, hij durft zich niet kwetsbaar op te stellen. De mensen die ik allemaal spreek, of nou Theo Maas is, Freek de Jonge,
André van Duin. Bijna iedereen heeft een zwak voor hem. Hij zegt van hij zou het zichzelf zoveel makkelijker maken als hij zich wat kwetsbaarder zou opstellen. Het geeft niet om fouten te maken en om die toe te geven. Het zou hem zoveel menselijker maken. Maar het is een enorme macho. En ja, hij doet dat. Ik denk ook niet dat we dat moeten willen eigenlijk. Want karakters kun je toch niet veranderen. Jij blijft eeuwig ijdel en met je haar in de weer. Weet je wel, daar moeten wij ook niks aan veranderen. Maar ik zit daar ook helemaal niet mee. Dat weet ik. Hugo, dit is een. Hier valt veel over te vertellen. Ik denk dat de kijkers een indruk hebben hoe je dit hebt aangepakt. Je bent heel veel mensen afgegaan om te praten over jouw obsessie, Louis van Gaal. Ben je er vanaf? Tot slot. Ik denk dat ik er zo goed als vanaf ben. Ik denk in ieder geval dat ik mij niet laat verleiden als ik straks voor NOS elke dag wat moet zeggen met Henry Schut over Louis van Gaal. Dat ik niet onder de gordel ga. Want ik ben namelijk, omdat hij zo. Omdat hij achterwege liet om zijn excuus te maken, ben ik rancuneus geworden. Ik wilde maar zijn aandacht varen. Dat leverde me. Ik schreef columns, Matthijs. Daar was ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. Maar ik wilde hem maar raken. Ik beledigde hem tot en met. Hij gaf geen kick. Olowi ligt in de winkel. Ik dank jullie wel. Tot zover. Tot morgen.